En we zijn weer terug. Een nieuwe gast is naast mij aangeschoven. Vertel me, wie ben je en wat doe je? Ik ben Eibert Rijsma en ik ben ontwerper slash uitvinder. En daar hou ik me dus mee bezig. En wat vind je zo hard? Nou, hier staat toevallig een van de dingen waar ik mee bezig ben. Dit is een battery eater. En het is een klein robotje waar je een lege batterij in doet. En dan knippert hij een half jaar, een jaar, anderhalf jaar, soms nog wel langer. Met zijn ogen. En dan is de batterij echt leeg. En ik heb dat eigenlijk ontwikkeld omdat ik het zo raar vind dat mensen niet weten dat bijna elke batterij die je weggooit nog lang niet leeg is. Ja. Maar wat is dan de functie daarvan? Want dit ziet er hartstikke leuk uit, want hij knippert met zijn ogen. Maar mensen gooien een batterij weg omdat hij natuurlijk niet meer doet wat hij moet doen. Ja. Nou, het is voor mij een manier om bewustzijn te creëren zonder dat je met zijn vingertje gaat wijzen. Dat is het eigenlijk. En wat hoop je dan dat het gevolg daarvan is? Nou, ik hoop dat mensen er meer over na gaan denken. Over dat het eigenlijk zo raar is dat apparaten niet ontworpen worden om bijvoorbeeld efficiënt met batterijen om te gaan. En tegelijkertijd wil ik kijken of ik niet bijvoorbeeld dat achterlicht kan ontwikkelen waar überhaupt geen batterij meer in hoeft, maar die het wel altijd doet. Want zo kwam ik op het idee dat ik had nieuwe batterijen in mijn fietsachterlicht gedaan. En een week later wil ik mijn licht aan doen, deed het niet meer. En toen dacht ik, ja, dat kan niet. Want een LED verbruikt zo weinig energie. En er gaan bovendien twee batterijen in mijn fietsachterlicht. Dus ik dacht dan, goh, dat kan toch niet dat die leeg is. Maar dat was niet zo. Maar mijn achterlicht deed het niet meer. En vervolgens besef je dat het feit dat je achterlicht het niet doet, niet wil zeggen dat de batterijen leeg zijn. En je beseft dat heel veel partijen, die zijn vooral gebaat bij de terugkerende verkoop van batterijen. Dus die zijn helemaal niet bezig met het ontwikkelen van een beter fietsachterlicht. Waarom ben je hier vandaag? Ik ben hier onder andere omdat ik door Kim gevraagd werd om een lezing te houden over productontwikkeling, innovatie en een beetje over kunstmatige intelligentie. Maar ook omdat ik Permanent Beta een hele fijne club mensen vind. En ik hoop dat ik zeg maar soulmates tegenkom en mensen waar ik misschien op andere manieren een klik mee heb en om dingen te leren. Ja. En wat betekent Permanent Beta dan voor jou? Permanent Beta staat voor mij eigenlijk een beetje wat de naam al zegt voor iets dat altijd in ontwikkeling is en sterk gerelateerd aan technologie. En ik heb zelf het gevoel dat wij, zonder doemdenkerig te zijn, misschien wel de laatste generatie mensen zijn die nog zijn zoals we zijn. En ik vind het interessant om daarover van gedachten te wisselen met mensen. Van wat gaat het voor ons betekenen op het moment dat kunstmatig denkende systemen extreem veel slimmer zullen zijn dan wij? Wat gaat dat voor de mens betekenen? Heeft het voordelen? Heeft het nadelen? Wat kunnen we er nu nog voor invloed op hebben? Moeten we dat willen? En wat voor antwoorden heb je daar zelf op? Heb je die niet? Ja, ik vind het uitermate interessant om over na te denken. Maar de situatie is eigenlijk dat binnen 30 jaar zal een kunstmatig denkend intelligent systeem een miljard keer slimmer zijn dan alle mensen hersenen bij elkaar opgeteld. Dus neem alle mensen hersenen, tel ze bij elkaar op en vermenigvuldig dat met een 1 met 9 nullen. Zo slim zal binnen 30 jaar een kunstmatig intelligent systeem zijn. En ja, je kunt je dan afvragen wat zo'n extreem slim systeem over ons zal denken. Hoe kijkt die tegen ons aan? En gaat zo'n systeem ons helpen? Is iets dat heel slim is, dat hoeft niet in principe goed te zijn. Misschien vindt het systeem ons wel heel dom en heeft helemaal geen behoefte aan ons. Ja, misschien is hij wel helemaal niet met ons bezig. Hè? Dat kan natuurlijk ook heel goed. En tegelijkertijd kan het ons als mensheid heel erg vooruit helpen. Omdat zo'n systeem ons kan helpen met allerlei problemen op te lossen die voor ons te ingewikkeld zijn. Op het moment dat jij hier praat over dit soort dingen, je uitvindingen laat zien, je gedachten daarover deelt, is het niet een beetje spreken voor eigen parochie? Nee. Want ik vind het vooral ook leuk om stellingen expres een beetje zwart-wit te stellen. En dan merk je ook ogenblikkelijk dat de mensen die in de zaal zitten, die haken daarop in. En dan krijg je hele boeiende discussies. En juist omdat het wel mensen zijn die
waarvan je voelt dat ze geïnteresseerd zijn in het onderwerp, maar er niet of op een hele andere manier over nadenken dan ik zelf misschien. Is het het verhaal wat je hieruit hebt, hou je dat ook op andere plekken? Ik probeer het altijd heel erg af te wisselen. Wat ik meestal doe met lezingen is, ik kijk naar de context. En eigenlijk 's morgens vroeg beslis ik wat ik meeneem. En ik doe dat heel erg intuïtief. En meestal pakt dat goed uit. Zoals vandaag had ik bedacht van nou, dit gaat waarschijnlijk allemaal over technologie deze dag. Dus laat ik een project meenemen wat absoluut niet over technologie gaat. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb een oude uitvinding meegenomen. Een oplossing tegen knikkebollen. En dat is ja, een soort hulpmiddel, voorziening. Zodat je in de trein, vliegtuig, whatever, terwijl je reist of misschien ergens uitrust, in slaap kan vallen zonder dat je wakker wordt van het knikkerbollen. En dat is leuk om te kijken hoe mensen die heel diep in die technologie zitten, hoe die aankijken tegen iets wat eigenlijk vooral een hele praktische oplossing is. En wat was de respons? Ja, in eerste instantie zijn mensen een beetje afwachtend. Bijna zo'n gevoel van, we zouden toch iets over technologie te horen krijgen. Maar naarmate het gesprek vordert, beseffen mensen ook dat denkprocessen of nadenken over innovatie of uitvindprocessen, die lijken heel erg op elkaar. Het heeft vaak heel erg te maken met associëren, met je goed verdiepen in het probleem, kijken van nou, wie is eigenlijk de doelgroep? Waar hebben ze misschien last van? En in die zin maakt het eigenlijk niet zoveel uit of iets een technologische basis heeft of misschien een functionele basis. En in dit geval was het een project wat ontstond als grap. En vervolgens bleek dat er allerlei mensen zijn met spierziektes. En die vroegen aan mij van, goh, leuk die slaapmuts, maar kun je voor ons een variant ontwikkelen die dat hoofd gewoon mooi rechtop houdt? Zodat je eigenlijk een medisch hulpmiddel hebt wat eruit ziet als een modeaccessoire. En dan zie je dat er dus ook along the way spin-offs komen die je zelf ook niet verwacht. Dus het is vaak verlopen innovatieprocessen ook een beetje van de hak op de tak. Wanneer ga jij naar huis als een gelukkig man? Dat ga ik sowieso. Dat ga ik sowieso. Ja. Ik ga straks nog even kijken wat voor interessante lezingen er zijn. En ik laat me verrassen. En sowieso is de dag al geslaagd. Want je komt er ook bekenden tegen. En mensen waarvan je al weet dat het soulmates zijn. Dus het is denk ik heel goed dat permanent bij de dag er is. En die soulmates nog even. Hoe belangrijk zijn die voor jou? Nou, Ik werk in die zin, ja, ik werk ergens wel vrij solitair eigenlijk. Ik ben een eenmanszaak, wil ik ook blijven, want het geeft me vrijheid om veel te proberen. En als het misgaat, heb ik er alleen last van, verder niemand. Dus daar kies ik voor. Maar ik heb het ook nodig om af en toe in real life met mensen van gedachten te wisselen. Dat is toch anders dan dat je online met allerlei communities over dingen nadenkt. Face-to-face is dat blijft nodig, denk ik. Dus wat dat betreft zijn dit soort dagen echt belangrijk. Ja, ik denk dat je ook het sociale aspect niet moet onderschatten. Dat het fijn is om iemand te zien en te denken van, god, dat lijkt me nou een leuk iemand. Zonder dat je misschien weet wat hij of zij doet. Oké, nou heel veel plezier en succes verder dankjewel. Vandaag. Tot zover.